Yo guys van kanaal, ik ben Remco Wal. De video van deze dag van de day after van Remco zal rijden. Ja, de day after, want we natuurlijk hebben meegekregen met z'n allen. Helaas, voor de echte voetballiefhebbers en zoals ik en de rest van Nederland, die de 7 miljoen kijkers die gisteravond hebben gezien, die Nederland tegen Engeland, die gisteravond moest voetballen. De 7 miljoen kijkers gekeken, 15 miljoen in Engeland, zoveel in Duitsland, zoveel in België. Heel Europa keek mee naar de wedstrijd Engeland-Nederland. Maar helaas. Niet zoals het lijkt. We zijn uitgeschakeld door freaking Engeland. De zomer van Remco zijn passie. Viva Hollandia. Remco zijn oranje. Zie je de hele zomer lang? Met de Tour de France EK en Olympische Spelen. Dat was heel leuk. Helaas. Het is niks om te doen. We zijn uitgeschakeld. Ik maak er niet heel groot drama van, net als in 4 jaar geleden. In 2021 was dat voor mij en in 2022, want 2021 was het. Nee, voor mij 2022. Omdat 2020 zou het ook zo gaan gebeuren. Maar ja, toen kwam corona natuurlijk gewoon roet in het eten gooien, dus gewoon niet doorgaan. Toen is het verplaatst naar 2022. Ja, het Euro 2020. Helaas. Nederland-Frankrijk, we waren... Engeland. Nederland-Engeland. We waren zo dichtbij. Door Simons hadden we een 1-0 te pakken. Maar helaas, niks wat het lijkt, werd... Nederland keihard afgestraft. Met... een 2-1. Wat eigenlijk een onterechte wedstrijd was. Wat in nog steeds ongelooflijk onterecht was. Ik maak er niet heel drama van. Dat het voorgaande jaren wat ik deed met Remco Oranje, toen deed ik er echt een drama van maken. Dat hoeft eigenlijk niet, want dat heeft helemaal geen nut. Zoals je ziet, al het EK-spel is weg. Alleen die vlaggetjes hangen er nog. Maar ik vond dat natuurlijk de Olympische Spelen natuurlijk eraan komen. En natuurlijk door de Frans. Dat is de enige. Ja, dat is momenteel nog bezig. Maar de rest is allemaal weg. De Oranje spel is allemaal weer in die kast daar. Dus... Ja, volgend jaar kunnen we het uit de kast halen met het WK met de vrouwen. Maar helaas, wat vond ik van de wedstrijd die gespeeld werd? Nederland tegen Engeland. Ik ga mijn mening over hebben na de intro. Viva Hollandia! Remco zijn oranje. Zie je de hele zomer lang? Met de Tour de France EK en Olympische Spelen. Dat was heel leuk. Allereerst die penalty. Die toen is gegeven toen... Virgil van Dijk volgens mij was dat? Nee, een andere. Dumfries. Dumfries die gaf toen een klap, want hij wilde gewoon die bal tegenhouden. Dat was gewoon de bedoeling. En hij knalde toen zo tegen de voet van Kane tegenaan, van de Engelse speler. En toen werd een penalty afgegeven. Toen dacht ik wel even van, wat? 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 Hij doet alleen die bal tegenhouden, voor de rest doet hij niks. En dat er een penalty voor uitkomt, dat snap ik dus echt totaal niet. Het was een onterechte wedstrijd. Nogmaals, die scheidsrechter. Het was gewoon vriendjespolitiek. Was het gewoon. Daar in Dortmund. Dortmund, een heel mooi stadion. En door die. Ja, de VAR is kut. Ja, zo kun je het wel noemen. De VAR is kut. Zoals Ronald Koeman heeft gezegd. De VAR verpest de hele wedstrijd. En dat is ook zo. Want de VAR die ziet altijd die technologie van de. Die ziet al die technologie, animatie en wat soort dingen. En. Ja, daardoor zijn wij waarschijnlijk... Het was gewoon vriendjespolitiek, dat is het gewoon. Het was gewoon vriendjespolitiek, denk ik. Ik denk dat het de reden een beetje was. Voor mijn gevoel een beetje. Gisteren zou eigenlijk een aflevering van Remco van Oranje Olympische Spelen... Nee, ik bedoel Tour de France, maar dat is natuurlijk niet doorgaan. Omdat ik die dag helemaal hype was. Oh, die wedstrijd die van Nederland tegen Nederland-Engeland, die samen zou spelen. Andere keer kon er een aflevering van Remco van Oranje over de Olympische Spelen, zondag. Dus zeker kijken. Het was gewoon een balenwedstrijd. Eén ding wat zeker kunnen zijn. Het was gewoon een balenwedstrijd. Dan gaan we nu even hebben over Nederland, Spanje, Frankrijk. Die natuurlijk die vorige dag is gespeeld. Dinsdagavond. Toen het ging hozen in Nederland. Viva Hollandia! Remco zijn oranje. Zie je de hele zomer lang? Met de Tour de France EK en Olympische Spelen. Dat was heel leuk. Ja, maar echt, het ging echt hozen. Ja, echt een... Goede dag. Het was heet. En het was onweer en regen. En alles kwam eruit. Het was echt een grote, vieze,
plakkerige dag. Ja. Dus je kunt wel even concluderen dat het gewoon echt een hele warme en hete dag was. Voor de mensen die willen weten, waarom zie je de komende tijd nog video's waarin de oranje vlaggetjes en alle andere versieringen nog achter je zit? Dat ook omdat ik die afleveringen voordat Nederland is uitgeschakeld nog had opgenomen. Dus ja, niet als je denkt van, waar hangen dan nog vlaggetjes, maar dat komt het daarmee te maken. Spanje-Frankrijk. Spanje werd niet uitgeschakeld, had ik al een beetje verwacht. Ik had verwacht dat Spanje sowieso niet uitgeschakeld zou worden. Ik wist niet dat er trouwens. Ik dacht dat er penalties zouden komen. Nee, het waren zelfs penalties, toch? Ja. Volgens mij waren penalties. Ik zou even kijken. Of vergeet ik me nou met Portugal, denk ik. Portugal-Frankrijk. Nee, het waren geen penalties. 2-1 Frankrijk. Toen die 1-0 kwam, ik hoorde dat op de radio in de auto. En ik hoorde dat Frankrijk 1-0 had gewonnen. Dacht ik van, huh, nu al? Toen dacht ik echt van, wow, dat is echt knap. Dat Frankrijk gewoon 1-0 had. Maar ja, Spanje is gewoon te sterk. En die heeft uiteindelijk gewonnen met 2-1. Spaans zijn sowieso heel goed. En dat kunnen we gewoon niet overtreffen. Als wij gewoon vanavond hadden, als we gisteravond hadden gewonnen. En we hadden tegen Spanje moeten voetballen. Hadden we niet kunnen winnen. Geloof mij, dat hadden we niet kunnen winnen. Dat was een no-go. Dat, nee. Het zou mooi zijn, maar dat lijkt me bijna. En ik had gehoopt dat Frankrijk zou winnen die avond. Omdat als wij die woensdagavond hadden gewonnen, hadden we tegen Frankrijk gemoeten. Mbappé. Intussen, ja, die hadden we natuurlijk niet met de groepsfase toen. Alleen bij, daar nergens bij. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Dit was de aflevering voor Remco Sommerijen over de EK voetbal. Ik zie jou zaterdag bij een aflevering voor Remco Sommerijen. Dan gaan we de finale bespreken van zondag. Zondag 14 juli. Ik zie er misschien een beetje mooi uit. Dat kan kloppen omdat ik gisteravond om 12 uur op bed ging. Ik heb gehoord dat sommige mensen om 2:30 in de nacht op bed gingen. Ja, dat is pas echt laat. Dus ik heb het nog een beetje volgehouden. Een beetje laat. Maar goed, we zijn uitgeschakeld, we kunnen niks aan doen. Ik hoop dat we ooit nog een stijgen krijgen. Dat we, want het, scheidsrechter was niet eerlijk. Laat eerlijk zijn, die was niet eerlijk. Maar we kunnen niks aan doen. En we gaan gewoon verder met het leven. Ik zie jou zaterdag bij een aflevering van Rijen over de EK. En dan gaan we natuurlijk de finale bespreken. Die gaat spelen zondag 14 juli. Engeland, Spanje. Tot dan. Hoi, hoi. Viva Hollandia. Remco Sommerijen, zie je de hele zomer lang? Met de Tour de France EK en Olympische Spelen? Dat was heel leuk.